En bent u al een beetje tevreden met de resultaten die u voorbij heeft gekomen? Absoluut, jullie kunnen het zelf zien. Dus mensen van Breda, de kinderen en ook de grote kinderen hebben een lange adem. Breda Nu. Je weet het meteen. We staan vandaag bij de Nieuwe Vesten, waar vandaag de Blazersdag zal plaatsvinden. Een dag geheel in het teken van de hout- en koperblazers. En kinderen krijgen vandaag de kans om een instrument voor zichzelf uit te proberen. Ik denk dat ik dat ook maar eens ga doen. Mijn naam is Bert Haan, ik ben saxofoondocent bij de Nieuwe Vesten. En vandaag hebben we een Blazersdag, zodat kinderen zelf kunnen proberen of ze geschikt zijn voor een instrument, of de handen groot genoeg zijn, of ze er zin in hebben. En je merkt nu al dat bij sommige kinderen gaat het dan meteen heel goed. Ja. En dan kunnen ze daarna op een proefles of meteen met saxofoonles gaan beginnen. Twee vingers. Zo te zien speel jij al langer, of niet? Nee. Nee, nog niet. Dit is je eerste keer dat je speelt? Ja. Oh, ik vind dat je dat echt heel goed doet en vind je het ook een beetje leuk? Ja. En is het jullie eerste keer dat jullie doen of doen jullie dat al vaker? Ja, we hebben sowieso vaak een open dag bij de Nieuwe Vesten. Maar dit jaar hebben we speciaal een blazersdag voor alle hout- en koperblazers. Omdat er een hoop kinderen leuk vinden om een muziekinstrument te gaan spelen. Als ze een jaar of 9 zijn. Het is een belangrijk moment ook te beginnen op die leeftijd. Merk je dus ook al dat er interesse bij kinderen opgewekt wordt voor blaasinstrumenten? Nou, we doen via de Nieuwe Vesten heel veel blaasmuziekprojecten. We hebben Blaasmuziek School voor groepen 5 en 6 in basisschool. Dat is gewoon onder schooltijd. En ook een mysterie van het verdwenen geluid voor nog jongere kinderen. Zodat ze de instrumenten leren kennen en erop kunnen uitproberen. Ik zie dat jij hier is met een fagot in je handen, klopt dat? Ja, het is een fagottino, een kleinere versie van de grote fagot. En wat is daar dan het verschil tussen? Nou, kinderen die fagot willen spelen, maar die nog te klein zijn voor de grote fagot, die gaan op een fagottino de beginselen leren. En als ze dan wat groter zijn, dan kunnen ze door op het grote instrument. En hoe lang speel jij al? Ik speel nu 3,5 jaar fagot. Dat is toch vervelend aan je lippen. Staan. Goed man. Ik kom hier zo meteen ook iets spelen, maar dan met een groepje. Oké, jij bent hier ook al. Jij speelt ook al langer klarinet. Ik speel al 7 jaar klarinet, dus. Wat is het leuke aan het spelen van het klarinet? Ik vind het samenspel heel leuk. En naarmate je het langer doet, kan je het ook beter. Dus dan kan je ook meer spelen. Dit is de wedstrijd. Speel de langste toon. De langste toon. Op de b-bone. En de b-bone is een plastic trombone. Plastic trombone, wat is dan het verschil tussen een plastic trombone en een echte trombone? Ja, een echte trombone is natuurlijk van messing gemaakt. Hij ziet er koperkleurig uit. Maar dit is voor carnaval, springt lekker in het oog. Dus gewoon mooi om te presenteren. En bent u al een beetje tevreden met de resultaten die u voorbij heeft gekomen? Absoluut, jullie kunnen het zelf zien. Dus mensen van Breda, de kinderen en ook de grote kinderen hebben een lange adem. Breda Nu. Je weet het meteen.